Wat denken jullie over de kandidaten vanavond? Het wordt heel moeilijk vanavond. Ja. Ay, voor de kandidaten zelf niet per se, denk ik, maar voor ons. Omdat sinds het hashtag MeToo gegeven, sinds die beweging, zijn er ons ook richtlijnen opgelegd. En we mogen bijvoorbeeld niet meer lachen met politici, ook niet meer met vrouwen of met mensen met een bizarre familienaam. Dus het aantal onderwerpen waarover we wel nog grappen mogen maken, is eigenlijk heel beperkt. Ja. Zeg, Erik, hoe is dat met uw tanden? Eet jullie wel eens suikervervangers? Nee, ik heb er wat schrik voor gekregen. Omdat een onkel van mij heeft zoiets meegemaakt die wil wat meer op zijn gezondheid letten. En die is toen overgeschakeld van suikerhoudende frisdranken op frisdranken met aspartaam. Ja. En 2 weken later is hij van de ene dag op de andere eigenlijk helemaal blind geworden. Ja. En dat lag aan die aspartaam? Nee, die stond in de lijzen aan de rayon met suikervrije frisdranken. En er heeft een of andere gek zwavelzuur in zijn ogen gegooid. En kon niet meer zien. Ja, dat is een erg verhaal. Het is een triestig verhaal. Ja. Ja. Zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Nee. Nee, zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Sorry, wat? Maar voor de rest, nee, ik hou meer van iets stijl voor de kleding. Alhoewel, ik ben ook wel een fan van de zeemanslook van Jonas. Dat is maar een mopje, hè, want ik kan Jonas hier heel de avond vernederen, maar ik zie dat zijn stylist mij al voor is geweest. Ja, ik ken de stylist van Jeroen trouwens heel goed. Een sympathieke man, die heeft bij ons thuis het behang gekozen. Ondanks zijn visuele beperking. Nee, hebben jullie honden of katten? Ja, ik had een hond, maar mijn kind, ja, daar ging niet samen. Dus ja, we hebben die moeten wegdoen. En ik kan u verzekeren, Erik, dat gaat door merg en benen. Als je zo helemaal alleen dan het bos uitloopt en je hoort die kreten dan... Papa, papa. Eet jullie graag kaas? Vroeger wel, maar nu durf ik niet meer. Omdat mijn grootvader, dat was vroeger een gigantische kaaseter. Maar toen, op een bepaalde dag, is hij van de ene dag op de andere is hij al zijn haar kwijtgeraakt. Omdat die stond in de lijst bij de kaas en heeft er een of andere gek zwavelzuur over zijn hoofd gegooid. En was allemaal weg. Ja. Verschrikkelijk verhaal. Ja. Zijn jullie fan van Bono? Zeker, ja. Ik heb trouwens nog een heel straf verhaal over U2. Ja? In 2015 ben ik gaan kijken naar, in het Sportpaleis. Ja? Met wat vrienden. We zijn nadien gaan wij gewoon nog iets eten in de stad, in een pitazaak. En we zitten daar te eten en de deur gaat open. En wie komt daar binnen? Meester Dirksen, mijn leerkracht Frans. Fantastische anekdote. Ik heb ook nog een anekdote over datzelfde optreden, trouwens, maar ja, misschien minder grappig. Maar een ex-studiegenoot van mij, die was geluidstechnicus in het Sportpaleis voor dat optreden van U2. En een dag nadien was hij dus doof. Omdat in de lijst zat er iemand zo'n zwavelzuur over zijn oren gegooid en zijn trommelvliezen verschroeid. Dat is verschrikkelijk. Nee, hebben jullie wel eens iemand vermoord? Nee, nee. Maar ja... Ja, ik ken wel iemand die die zit nu op de die zit in de gevangenis. Zijn zaak moet nog voorkomen, maar die, die wordt beschuldigd van verschillende moordpogingen. Dat was een supernormale jongen van bij ons in Torp. Die zat samen met mij in de jeugdbeweging. Maar zo op een ochtend zijn die zijn stoppen doorgeslaan. En die heeft een pot zuur uit de garage gepakt, naar de lijs gereden en dat op 3 mensen in een kop gegooid. Dus, en ik ken die mensen alle 3. Hè. Ja. Verschrikkelijk. Vreselijk vooral. Een onkel van mij, mijn opa en een geluidstechnicus die vroeger bij mij in de klas zat. Ja. Zitten jullie vaak op het internet? Ja, toch wel. En ik heb trouwens een truc. Veel mannen moeten hun browsergeschiedenis wissen om niet in de problemen te geraken thuis. Ik heb daar iets voor bedacht. Ja. Ik heb dus een harde schijf voor mijn porno. En een slappe schijf voor alle andere data en de foto's van Elodie. Ik heb daar wel ook iets mee voor gehad met webbrowsers. Ik wou
online iets bestel. Ik wou een cadeautje kopen voor mijn vriendin. En, ja, dat is heel stom, maar ik wou intypen van mooie 24 karaat gouden halsketting. En ja, ik typ per ongeluk in hot lesbian ass licking threesome. Stom, ja, dat zit hij in uw zoek. Bindingsangst. Hebben jullie daar last van bindingsangst? Nee, ik heb wel een andere fobie. Dat is ja, iets zeldzaam. Dat is diagnosefobie. Ja? Ik heb mij daarop laten testen. En ze hebben de resultaten opgestuurd, maar nog niet durven kijken. No. Oké. Okay. Oh, fuck, man. Sorry. Ik ben opgestaan gisteren met artrose in mijn rug. Ja, dat soms steekt. Maar dat is niet erg. Hè. Maar, En is dat van uit je tanden dan uitgestoken? Zijn jullie bang voor zombies? In het begin wel, maar nu dat ik u beter heb leren kennen, valt er wel mee. Die van de ene dag op de andere eigenlijk helemaal blind geworden. Ja, en dat lag aan een aspartaam? Nee, die stond in een delijze aan de rayon met suikervrije frisdranken. En er heeft een of andere gek zwavelzuur in zijn ogen gegooid. En kon niet meer zien. Ja, dat is een erg verhaal. Dat is een triestig verhaal. Ja. Ja. Zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Nee. Zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Sorry, wat? Maar voor de rest, nee, ik hou meer van iets stijl voor de kleding. Alhoewel, ik ben ook wel een fan van de zeemanslook van Jonas. Dat is maar een mopje, hè, want ik kan Jonas hier heel de avond vernederen, maar ik zie dat zijn stylist mij al voor is geweest. Ja, ik ken de stylist van Jeroen trouwens heel goed. Hij is een sympathieke man. Die heeft bij ons thuis het behang gekozen. Ondanks een visuele beperking. Nee, hebben jullie honden of katten? Ja, ik had een hond, maar mijn kind, ja, daar ging niet samen. Dus ja, we hebben die moeten wegdoen. En ik kan u verzekeren, Erik, dat gaat door merg en benen. Als je zo helemaal alleen dan het bos uitloopt en je hoort die kreten dan... Papa, papa. Eet jullie graag kaas? Vroeger wel, maar nu durf ik niet meer. Omdat mijn grootvader, dat was vroeger een gigantische kaaseter. Maar toen, op een bepaalde dag, is hij ja, van de ene dag op de andere is hij al zijn haar kwijtgeraakt. Omdat die stond in de lijst bij de kaas en het heeft er een of andere gek zwavelzuur over zijn hoofd gegooid en was allemaal weg. Ja. Verschrikkelijk verhaal. Ja. Zijn jullie fan van Bono? Zeker, ja. Ik heb trouwens nog een heel straf verhaal over U2. Ja? In 2015 ben ik gaan kijken naar, in het Sportpaleis. Ja? Met wat vrienden. We zijn nadien gaan wij gewoon nog iets eten in de stad, in een pitazaak. En we zitten daar te eten en de deur gaat open. En wie komt daar binnen? Meester Dirksen, mijn leerkracht Frans. Fantastische anekdote. Ja. Ik heb ook nog een anekdote over datzelfde optreden, ja. Trouwens, maar ja, misschien minder grappig. Maar een ex-studiegenoot van mij die was geluidstechnicus in Sportpaleis voor dat optreden van U2. En een dag nadien was hij dus doof. Omdat in de lijst zat er iemand zo'n zwavelzuur over zijn oren gegooid en zijn trommelvliezen verschroeid. Dat is verschrikkelijk. Nee, hebben jullie wel eens iemand vermoord? Nee, nee. Maar ja... Ja, ik ken wel iemand die... die zit nu op de... Triestig verhaal. Ja. Ja. Zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Nee. Zijn jullie altijd geconcentreerd op het werk? Sorry, wat? Maar voor de rest, nee, ik hou meer van iets stijl voor de kleding. Alhoewel, ik ben ook wel een fan van de zeemanslook. Van Jonas. Dat is maar een mopje, hè, want ik kan Jonas hier heel de avond vernederen, maar ik zie dat zijn stylist mij al voor is geweest. Ja, ik ken de stylist van Jeroen trouwens heel goed. Hij is een sympathieke man. Die heeft bij ons thuis het behang gekozen. Ondanks zijn visuele beperking. Nee, hebben jullie honden of katten? Ja, ik had een hond, maar mijn kind, ja... Dat ging niet samen, dus ja, we hebben die moeten wegdoen.
En ik kan u verzekeren, Erik, dat gaat door merg en benen. Als je zo helemaal alleen dan het bos uitloopt en je hoort die kreten dan... Papa, papa. Eet jullie graag kaas? Vroeger wel, maar nu durf ik niet meer. Omdat mijn grootvader, dat was vroeger een gigantische kaaseter. Maar toen op een bepaalde dag is hij van de ene dag op de andere is hij al zijn haar kwijtgeraakt. Omdat die stond in de lijst bij de kaas en het heeft er een of andere gek zwavelzuur over zijn hoofd gegooid en was allemaal weg. Ja. Verschrikkelijk verhaal. Ja. Zijn jullie fan van Bono? Zeker, ja. Ik heb trouwens nog een heel straf verhaal over U2. Ja? In 2015 ben ik gaan kijken naar, in het Sportpaleis. Ja? Met wat vrienden. We zijn dan nadien gaan wij gewoon nog iets eten in de stad, in een pitazaak. En we zitten daar te eten en de deur gaat open. En wie komt daar binnen? Meester Dirkse, mijn leerkracht Frans. Fantastische anekdote. Ja. Ik heb ook nog een anekdote over datzelfde optreden, trouwens, maar ja, misschien minder grappig. Maar een ex-studiegenoot van mij, die was geluidstechnicus in Sportpaleis voor dat optreden van U2. En een dag nadien was hij dus doof. Omdat in de lijst zat er iemand zo'n zwavelzuur over zijn oren gegooid en zijn trommelvliezen verschroeid. Dat was verschrikkelijk. Nee, hebben jullie wel eens iemand vermoord? Nee, nee. Maar ja, ik ken wel iemand die. Die zit in de gevangenis. Zijn zaak moet nog voorkomen, maar die wordt beschuldigd van verschillende moordpogingen. Dat was een supernormale jongen van bij ons in Torp. Die zat samen met mij in de jeugdbeweging. Maar zo op een ochtend zijn die zijn stoppen doorgeslaan. En die heeft een pot zuur uit de garage gepakt, naar de lijst gereden en dat op drie mensen in een kop gegooid. Dus, en ik ken die mensen.